Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe video. Het is een keer wat anders. Ik ga als Frederik racen tegen Henky, Rajiv, Mitchell / Michael en de Ober. De reden dat er geen intro in zit als bij de vorige, bij de Forest zeg maar toen, is omdat Henky zijn food is corrupt is geraakt en ik het zonde vond om het niet te gebruiken aangezien het gewoon hartstikke leuk en gezellig was. Daarom wil ik dit gewoon gebruiken en aan jullie laten zien wat we wel hebben. En de rest, ja, dat gaan we nog een keer met jullie goed maken. Geniet ervan. If you're ready, let's go. Zo jongens, zijn jullie er klaar voor? Iemand, kijk die wagen, iemand! Ik heb er zin in! Dit is zeg maar een soort van oefenrace, dus je kan elkaar nog niet raken. Wat is het gaspedaal? Druk maar op een van deze dingen. Hup, gaan we zo. Tour de jour, jongens. Wie blijft erachter? Wie staat ik wist niet wat het gaspedaal was. Ik weet. Hé, hey, Frederik, wacht even op mij, man. Ja. Mijn auto gaat wel een beetje sloom. Ben je dit nou sloom? Ik zit vast. Ik kreeg ook. Iemand kijk bij die looping, maak het hier! Zo, wat is dit? Wat is er aan de hand? Ja, turtle ride. Ik zie een witte auto in mijn beeld. Wie is dat? Dat ben ik, maar later man. Rajiv is het. Ik heb nog niet echt. Iemand, wat is deze? Ik ben gevallen. Ik ben niet gevallen. Ik ben vriendelijk, pas op. Ik leg op. Henkie. Pas op, Frank. Nee. Henkie. Ik leg op mijn pan. Henkie. Ik ben. Ja, is dat goed? Henkie, heb je wel je pak aan? Ja. Het gaat helemaal goed. Wie rijdt er nou? Is dat Henkie voor mij? Ja. Jongens, ik snap het echt helemaal niet. Nee. Waarom rijden wij in de lucht? Wacht even. Hoezo snap je het niet meer? Wat is hier nou moeilijk? Ik ben. Hey, in Paramaribo doen wij dit niet, man. Ik ga best lekker hoor met dit racing. Zo. Ik moet alleen maar bochten maken en zijn. Wat dacht je dan? Dat je rechtsuit mag gaan rijden? Maar zo doen wij dit niet in Paramaribo. Maar dit is niet Paramaribo, dit is Los Santorini. Ja, dit is waar is dit voor race? Ik zit eraan te denken om deze stad te kopen, jongens. Zal ik het doen? Dit doet maar niet. Nee. Ja, nee, deze stad waar we nu zijn. Los Santos. Ja. En dan kunnen we kunnen we jou, weet je wel dat Hollywood sign, weet je wel? Ja. Dan kunnen we dan jouw hoofd neerzetten? Oh, mag geen Hollywood sign. Wil je dan mijn winkel opknappen? Hollywood of zo, weet ik. Wil je mijn winkel opknappen dan? Hoezo, wat is er mis mee dan? Ja, ik wil een nieuwe winkel starten, maar veel groter. Weet je hoe ik ga noemen? Nou. Parimark. Ik mis Marta. Ja, maar waar is Marta inderdaad? Jij zei tegen mij dat Marta de benen nog helemaal kapot waren. Oh, ja, nou maar Marta zou misschien komen. Ik denk misschien heeft ze iemand. Godzakken! Ik zag je Frederik. Nee, maar ik ga lekker. Jij hebt mij ingehaald. Ja. Crash is echt. Ja, dat is een paal! Daar gaan we. Hoe gaat het met Michael of Mitchell of wat met zijn naam? Ja, Mitchell. Ik de Butler toch ook mee? Als het klopt, zag ik de Butler ook. Butler aanwezig, hallo? Wat is een Butler? Butler! Hola! Oh, de Butler is wel aanwezig. Ja, goed zo, Henkie. Ik wil wel winnen. Nee. Jawel. Ik was zo ver. Iemand, ik zit achter jullie. Ga jullie pakken. Volgende race na deze gaan we de weddenschap. Oh, een weddenschap. Henkie mag de weddenschap verzinnen. Ik ben gevallen. Oké. Ik moet echt even denken. Ik val op mijn pamflet. Doe maar niet voor geld. Volgens mij heeft Rajiv niet zoveel dukaten. Rajiv? Ik heb wel nog bananen verkopen. Oké. Maar Rajiv. Jee. Wat hoorde ik nou over een kind of zo? Ja, daar kwam een kind in mijn markt en die ging alles jatten. Hij wou mijn donuts stelen! Mijn hele winkel is naar de galie. De galie? Hij wou gewoon mijn donuts stelen. Ik spreek geen straattaal, ik weet alleen het woord brakkie. Maar... Ja, hij moest een barkie betalen, maar dat deed hij niet. Oh, een barkie? Het was toch een barkie? Wat is een barkie nou weer? Ja, barkie is 225,6 piek. Oh, Ducaten gewoon! Piek, oh, ja, dat is antiek, jongens. Piek, wat is dat? Ja, Piek, dat is oud Paramaribo.
Lab 2! Maar het was toch in Nederland? Wat is een lab? Een lab, daar kun je dingen onderzoeken. Oh ja! Nee, man, hij bedoelt een lab, man! Oh, een lab! Een wat is een lab? Man? You can sit on my lap is de lyrics dat hij. Nee, man! Hij bedoelt een lab en een lied, man! Ik heb twee labs, dan moet je twee. Ja, oh, lab 2, is dat het liedje? Ja, dat is de lab. Oh! Hey! Oh, nee! Ja. Henkie, heb je al een weddenschap? Nee. Waarom? Wat willen we überhaupt voor prijs doen? Want geld is niet het handigste, denk ik. Nee, ik heb die fucking... Oh nee, oh fuck. Ik wil wel een kippetje of zo van Rajiv. Rajiv, heb jij die kip nog? Ja, zeker. Ik heb die hele mooie kip, weet je, met die veren. Oh. Ik zou wel een kip van jou willen hebben. Mensen zeggen altijd, nee, dat is geen kip, man, dat is een pauw. Maar het is zeker niet een kip. Maar... Dus, maar wat hebben wij daarmee te maken? Heb je dat dan een lab laten na? Nou, ik wil een kip. Ja, maar wat hebben wij daarmee? Wat kunnen wij dan winnen ofzo? Wat hebben wij daarmee? Kijk naar mijn kip! Oh. Hey, kunnen we dat niet? Hey, ik heb toen gehoord van de Kimpie Race ofzo. De Kimpie Race, ja? Dat is zo'n Royalistic zijn kanaal. Ja, hey, ik wil een keer een Royalistic ontmoeten. De Kimpie Race, Henkie. Dan heb ik gekeken, dan gaan ze met de politie achter een kip aanrennen met een stokje. Oh! Maken ze daar een hot wing ervan? Nee. Waarom niet? Dat is dierenpeul. Hey Frederik, pas op man! Ik snap het niet, jongens. Wat snap je nou weer niet? Nou, waarom zou je achter die elkaar aan gaan rennen met een stok? Nou, waarom race jij met ons mee? Je rijdt nu ook alleen achter ons aan. Ik weet het eigenlijk ook niet waarom... Waarom is hij dood man? Jij bent dood! Maar Michael, of Mitchell... Ja, hoe is het op de legerbasis? Ja nee. Wat is er? Nee, niet op de legerbasis. Daar ben je laatst nog geweest om de onderzoek. Ja, maar ik mag toch niet meer werken. Ja, maar dan kun je toch nog steeds op bezoek komen? Ja, maar nee, ik wil nog ja, je bent altijd uitgenodigd om lekker een bakje koffie of thee of water te Ja, dan moet je wel even nog wat nootmuskaatkoekjes meenemen. En mag ik mijn nootmuskaatkoekjes meenemen? Ja, tuurlijk, altijd. Oh, Jotze! Hé, trouwens, Henkie. Ja? Ik heb een verrassing voor jou. Oh, je hebt een verrassing, wat is dat? Ik heb 240 pakken nootmuskaatkoekjes gezet voor jou. Oh, Jotze, ze waren al alleen voor Henkie besteld? Alleen voor Henkie, maar weet je wat nou lunter dat is? Nou. In elk pak zit een kans op een trip naar Guacipuli. Guacipuli, waar ligt dat dan? Wat is Guacipuli? Ja, dat ligt in Europa. Maar ik crash. Ik ben aan het... Ik wil er niet heen, maar is het vliegen of is het rijden? Ja, je kan ook met de auto, maar dan moet je wel op de veerpont. Ja, want ik wil eigenlijk niet vliegen door het laatste incident. Nee, dat doet niet, man. Incident, dat ging toch hartstikke goed? We zijn nee, Marta was veel te zwaar voor het vliegtuig. Ja, maar Marta is hier nou toch niet? Ik mis Marta. Oh ja! Ja, ik mis Marta ook. Maar, ja, nee, dan gaan we met de auto. Marta, dat is mijn vrouw. Oh, je hebt een vrouw? Ja, ik heb een vrouw. Hé hey, jongens, de finishlijn. Ze is alleen best wel gezet. Ja. Ja, ben je mee geïnteresseerd? Ja, ze heeft te veel hamburgers op. Ja, mag niet. Hé hey jongens, ik kijk nu naar jullie. Kijk nu naar ons? Ja, ik kijk derde staat. Hé hey, Henkie, zie je mijn gassen? Nee, ik kijk nu naar de butler. Waar is Butler? Hola. Ja, die is nu ook lekker aan het rijden. Waar is... Rajiv, waar rij jij? Ja, ik sta tweede. Waar rij jij dan? Ik ben er op één na, ik ben bij de finishlijn. Finishlijn? Ja man, je moet zelf. Ik ben aan het kijken. Kijk, ik ga hardje weer. Oh ja, je gaat finishen. Kijk, één man over de streep. Ik wil ook. Ik ga nou. Ga ik echt. Ik wil ook. Ik ga nu hier. Hoop. Ja, ik wil ook. Hoop. Vol mijn gas. Ik ga nu finishen, Henkie. Oh! Derde ben ik erin. Slecht. Ik ga de volgende keer gewoon dingen omkopen. Kan je dan ook wat van mij kopen? Waarom zou ik het voor jou kopen? Nou ja, Maar één man, nee, die team! Hey, Butler en Michael Wally! Oeh, waar ga jij nou heen? Michael Wally? Hey, waar gaat de Butler heen? De Butler vliegt zo naar beneden! Butler! Ja? Hoe gaat het? Nee,
Het is al klaar. Nog een prende. Wat is het dan met de tegen? Kijk op dat Ducaten, jongens! Ducaten! Oh! Ducaten! Wat zijn Ducaten? Hey, Weird, wat is dat? Wat is dat voor lamp? Ronde, nu kunnen we botsen, jongens. Hey, pas maar op, mij. Ik heb een box. Ik heb een boxbal aan mijn wagen. Welke moet ik nou ook weer drukken? De linker of de rechter? De middelste. Ja, de middelste, man. De middelste, de ja. Okay. Wee! Ja, oh, zo, oh, jongens. Wat gebeurt er? Oh. Waar is dit, Marie? Ik ben misselijk. Zo, wat? Van wat heel de map knippen. Boom! Hey, we zitten onder Los Santos, man. Pas op, Frederik. Ik zit achter iemand. Ja. Nee! Frederik! Rajiv, nee! Ben jij dat hier? Frederik, wat doe je? Het duurt mij eraf. Waar zijn we? We zijn onder de wereld. Onder de wereld? Hé, wat is dit voor Harry Potter? Heb jij dit betaald? Dit heb ik geregeld. Ik heb heel alles uit laten graven. Hé, waar is Barry Potter? Wie? Barry, wat? Barry Potter! Heeft hij dit gedaan? Oh, alweer ontspannen. Ik snap het niet. Wat is er aan de hand? Hey, wat is dit, man? Oh! Hey, ik zie mijn winkel! Oh. Rajiv! Ik zie mijn winkel! Hey, dit doet me een beetje denken aan alles wat ik van jou heb gekocht. Hey, ik sta eerste, jongens! Hey, als mensen erachter komen, ben ik uit de lamp, man. Nee, dat mag tegenwoordig, hè? Ik rij op mijn dak. Oh. Pas op, Butler! Butler! Ké? Butler! Oh, het werd donker allemaal! Oh, gaan we! Ik rijd nog steeds laatste. Ik snap er echt helemaal niks. Oh, wee! Je rijdt niet meer laatste, iemand haalt me juist in. Dat ben ik, man. Ik ben tweede volgens mij. Maar hoe lag je derde dan? Ik niet, wee. Ik rij een kant op, maar ik ga volgens mij helemaal. Ik ga de hele tijd naar andere plek. Ik ben nu weer vijfde staat er. Dan weer tweede. Ik helemaal niks. Ik ben weer boven de grond. Ik ben allemaal salto's aan het maken. Ja, mijn beeld wordt ineens zwart. Hé, jongens, ik zie weer een lap 2. Lap 2. Kom een keer. Weer een lap. Hé, bedoel je lapjes, kat? Henkie. Lap, ja. Ken je nog een leuk liedje? Een liedje? Ja, een treintje in het rond. Sta met je voeten op de mond. Nee, op de grond. Ik bedoel grond. Henkie, dat soort vieze woordjes zijn niet mogen voor jou. God. Mag je me niet zeggen? Au. Maar, ik voor de rest, ja, misschien... water is lauw. Wacht even, Henkie, vraag me even iets af. Oh? Heb je ooit een vriendinnetje gehad? Nee, ik wacht tot in de hand. Ja, wel, weet je nog, op school toen? Nee. Olga. Olga, Henkie, vertel. Weet je nog Olga? Nee. Jij hebt gewoon gaan dansen. Wie is Olga? Ik ben met Olga gaan dansen. Ja, en toen aan het einde van de avond, jullie zouden naar huis gaan, toen vond hij over de heen. Dat klopt, ja. Maar jij... Henkie? Ja. Olga was zo'n lieve vrouw, maar... Dat is wel zo misselijk en ze wou me nooit meer spelen. Hé, jongens, help mij, ik zit in de grond. Waarom was je misselijk dan? Omdat ik zo lang bij je was. Ik vond het zo spannend, weet je. Rook ze een beetje naar Marta? Nee, ze rook heel lekker. Ze rook naar nootmuskaatkoekjes. Hé, hey, waar is deze? Ik val weer te vanaf, man. Wee. Volgens mij ga ik wippen op de grond. Ik ben al 30 keer gevallen of zo. Ja, jongens. Ik kwam hier niet doorheen, man. Ja. Hé, hey, Michel, jij moet... Even een vraagje aan jullie, hè. Ja. Oh. Wat zijn jullie namen eigenlijk? Ik ben Rajiv. Ik ben Henkie, dat weet je toch wel. Ik ben Frederik Lucas Gerardus, de derde van Petersburg. What the fuck is Petersburg nou weer? Dat is toch een brug? Een brug? Een brug? Waar ben jij op vakantie geweest, Michael? Michel? Ja, Michel. Michael. Maar waar ben jij op vakantie geweest dan, dat je daar hebt gezien? Dat weet ik niet meer, hoor. Volgens mij staat hij gewoon op Google Maps. Ik heb hem! Nee, ik weet het al. Hij is gewoon zo dom. Hij denkt, Habbo Hotel is vakantie. Ik speelde vroeger. Ik was bij Habbo Hotel. Ja, dat was het. Ja, maar volgens mij is het hotel nu gesloten toch? Habbo Hotel gesloten? Nee! Wel, het is laat toch? Oh! Weet je waar ik ook altijd... Ik deed ook altijd Club Pingwing. Ik zit vast of zo. Met kennen jullie nog Club Pingwing?
Nee. Ik krijg een DNF of zo, jongens, denk ik. Nee, ik heb gefinished, man. Ik ben vierde. Wat is en staat, jongens. Ik baar me ernstig zorgen. Hé, hey, Frederik. Frederik, wat ben je aan het doen? Ik baar me ernstig zorgen. Oh. Goed. Oh. Ik kan halen. Nee, ik denk het niet. Ik ga nu pas allemaal een groepje maken. Laat je boos. Het is maar goed dat we die weddenschap zijn vergeten. Nee. Jawel. Ik krijg een kip nu. Nee, je familie. Rajiv? Godzakken. Oké. Okay. Nou, oh, nog een. Kijk eens op de achtergrond. Oh, wat is dat voor kunstparadijs. Allemaal. Kunstparadijs. Kloopings. Ja, wat zie je al? Oh, wat is dit allemaal? Ja, hé, wat zeg jij kloopings, man? Wat doe jij? Ja, het zijn toch kloopings? Nee, man, dat zijn loopings, man. Ik dacht we moeten hier rechtdoor. Butler! Sorry, Butler. Ja, die Butler is een beetje stilletjes. Hé, hey, waar ga jij heen, Frederik? Ja, staat hij ons wel. Heenbaar. Frederik, waar ging je heen? Hoezo, waar ging je heen? Hallo, kijk, Butler, jij reed bij mij zo naar beneden. Nee, ik ben toch hier? Nou, daar ging Rajiv tegen de muur aan. Hé, wat zeg je? Ik rij achter jou. Ja, maar je schaafde de muur. Nee, maar dat nep. Hey, jongens. Ho, jongens, we gaan ergens in. Ho. Ja, nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Duplicaten. Hallo. En naar links. Naar links. En naar rechts. Rajiv, wat is nou echt... Naar rechts. Pas op! Rajiv, wat is nou echt een traditionele dans uit waar maak je weer naar? Paramaribo. Nou, wat is een traditionele dans met Paramaribo? Een traditionele dans is de regendans. De regendans? Ja, dan ga je staan. Dan ga je staan en dan stamp je met je voeten en dan zeg je kwala kito kwele teke wale. Wat? Die vloog naar weg. Dat was ik, man. Michael, Mitchell. Oh, ik van... Oh. Michael Mitchell. Ja. Ho! Oh, wat is jouw favoriete muziek? Of dans? Oei! Hé, ik heb hem gehaald! Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, fuck man! Ik val weer! Ik luister wel een beetje van alles eigenlijk. Hé, luister jij ook naar Paramaribo muziek dan? Hoezo? Hoe gaat Paramaribo muziek? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Paramaribo muziek? Ja! En allemaal toeters en dan gaat ze dansen en zo van... Ja, super interessant. Kan je mij een cd'tje daarvan doorsturen? Ja, ik heb een cd'tje thuis. Ja. Ik ga branden voor jou. Oh, is goed. Ik wil ook. Oké. Okay, ik wil ook. Zullen we dan samen bij jou luisteren naar het cd'tje? Bij mij? Ja. Nee, maar jij had toch zo'n goede radio-installatiestation? Ja, natuurlijk. Maar ik wil het wel samen met jou doen. Ja, dan kom ik toch naar jou. Oh, dat is ook goed idee. Mag ik ook mee? Nee. Hey, ik val alleen maar naar beneden. Ben je ooit wel bij Henkie geweest dan, Michael Mitchell? Ik weet. Nee. Volgens mij wel. Nee. Ja, maar ik ben alleen keer op de leeftijd. Ik was bij jou. Ja. Dat klopt. Maar je kan wel een keertje, ik maakte maar een grap, joh. Je kan wel een keertje bij me langskomen. Ja? Ja! Daar gaan we. Ik heb hem gehaald, yes! Ik lig weer op de kop. Nee! Ik ben gevallen! Oh nee! Dan val je helemaal naar beneden. Oh, wie is dit? Oh! Nee! Frederik, wat deed je nou? Jij reed tegen me aan en toen vloog ik. Godzak! Frederik, val je nou ook helemaal naar beneden? Volgens mij staat de politie aan mijn deur. Die kunnen jullie nooit meer terug op helpen. Politie aan... Oh, nee. Zo! Oh, Frederik! Ja, jij had het net over die spullen en nu staat de politie aan mijn deur. Oh, sorry. Henkie, heb je het gehaald? Nee, ik was ook gevallen. Ho! Frederik! Ja, wat is dit nou? Oh, Henkie? Ik val ook weer. Het is zo lastig. Echt. Ik ga er nu ook in. Het is helemaal niet lastig, Henkie. Kijk, maar. Jawel. Zo moet het hier. Ik val tegen de muur aan. Laat me zitten. Hey, jij bent ook weer gevallen. Ik ben er nu ook. Nee. Ik wil niet vallen. Hier is die auto, nee. Is auto. Ik dacht dat jij... Nee, ik ben weer gevallen. Hé, pas op, Mitchell. Hé, hey, maar, jij beukt mij eraf. Henkie. Ik denk dat ik hem heb. Nee. Henkie. Ik denk dat ik hem heb. Nee. Ik ben weer gevallen, jongens. Hé, ik ook. Ja, daar gaan we. Kom op! Nee. Ja! Ik heb hem! Nee! Jazeker wel! Ik kan nu gewoon niks heen. Haha! Oh.
vorige ronde was voor spek en bonen. Hé, wat zeg jij spek en bonen? Hé, wat het ergste is nog jongens, dit zijn twee Laprino's. Echt? Ja. Echt? Oh, twee lange durende lap. Nee. Niks. Wie was dat? Wie zei daar nee? Butler, leert u Nederlands? Oké. Oh, hoe lang is deze vark? Ja, ik heb hem! Ik heb hem, jongens! Ik had hem! Oh, ik val weer tegen de muur. Hé, Henk, je auto is wel mooi, man. Ja, roze, ik mocht hem alleen niet snel maken. Kom jij net van de gamerate of zo? Van de wat? Roze is nog wel een mooie kleur. Mannelijk. Wat is mannelijk? Oh, jij niet, Michael. Oh, Michel. Waarom niet dan? Nou, kijk, daar moet je slim voor zijn. Ja, jij lijkt net op een vis, man! Ik ben hartstikke slim. Jij bent slim. Echt? Ja. Wat is 6 plus 6 dan? 6 plus 6. 66 toch? Nee, 6 plus 6. Door het kwadraat van 4 moet je hem dan doen, of de wortel van 9. Als klok kom je dan op 42 uit. Hé, Henkie, man, pas op. Pas op, Rajiv. Pas op. Ik laat mensen. Ja, volgens mij was zo! Henkie! Oh! Rajiv, waarom deed je dat nou? Ja, ik had mijn turbo aangezet. Je turbo mocht er geen turbo, Hans, het ging ook wel turbo. Ja, hé, wat denk je nou zelf? Ik kom uit die Paramaribo-omgeving, we hebben allemaal nitro. We doen alleen maar als stratenrace. Nee, jullie doen alleen maar een lachgas, dat is anders. Hé, ja, maar dat komt ook uit mijn auto. Waarom denk je dat wij de hele tijd aan lachen? Ik heb je nog geen enkel over lachen. Hé, hey, ja. Is dat lachen in jouw land? Ja, nee. Nee! Henkie, wat zit je nou met te zeuren? Ik ben weer ingevallen. Als wij lachen, dan klappen we met ons handen. Maar als ik dat niet doe, dan heb ik mijn stuur niet vast. Ja, maar doe maar. Ja, ik ben net gevallen, maar klap. Ik snap het ook helemaal niet meer. Hoor. Wat snap je nou weer niet? Nou, waar ik telkens naartoe moet, allemaal van die... Wow! Dus je hebt een minimap, je hebt een TomTom in je auto zitten en er staan allemaal belletjes heen. Ja, ik zie het. Ja, nu al. Waarom denk je dat je ons ook telkens hoort? Ja, wij zitten met z'n allen... Nee, dat komt, wij zitten allemaal op die TomTom, op Discord. Ja. Discord, ja. Ja. Ja, daar ik zal wel even een linkje van die server in de beschrijving zetten. Dan kan iedereen komen. Kan je met Rajiv praten? Oh! Maar Rajiv is niet vast met mij praten. Jawel man, maar ik zit altijd... Ja, maar ik zit altijd op onzichtbaar. Ja, maar jij bent veel te druk met werken toch? Ja, maar ik zit op mijn telefoon. Hey Sven. Hallo. Hoi. Ik heb hem jongens. Ik heb hem al lang man, ik zit op een... Kom ik straks in mij het lastige stuk? Jazeker, daar ben ik nu. Oh. Hey, Frederik, wacht op mij dan. Nee. Ik wil winnen. Jawel. Nee, ik wil Ducati En als je mij laat winnen, geef ik jou 6 kippen. Nee! Diegene, ik wil de kippen! Nou, dan moet je winnen, Henkie. Nee! Wel. Nee, dan moet je mij laten winnen. Krijgen jullie allemaal 6 kippen. Oh, maar dan ga ik ze zeker jou niet laten winnen. Ik wil kippen! Ik wil kippen! Jawel! Nee. En waarom niet? Ik had een naam voor. Wat ga je met de kippen? Waarom heet ze? Pim en Pom. Ja, in de andere zin, in de andere vrienden dan. Pam en Pum en Poem en Paum. Jij bent echt slecht met namen, man. Jongens, ik ga Ducati schrapen. Nee, waarom? Ik ben nog steeds hier, ik snap het echt niet, hoor. Zolang ik nog van een Jeep kan winnen, kan ik mijn kippen krijgen. Dat is mijn grote droom momenteel. Nee, maar Kimpa. Ik kijk nu met iemand mee die de hele tijd... Oei! Nee man, ik denk ik ga halen, ik zie de finish lane man. Nee! Jawel! Niet doen! Jawel! Niet doen! Jawel! Oh, nee. Ik val weer, ik snap het, ik ga kijk, ik zie die finish lane, ik ga mooi doen, kijk. Nee! Oei! Hey man, ik ben gefinished! Mijn kippen! Jij krijgt helemaal geen kip van mij man. Maar ik had de eerste twee races toch wel gewonnen. Ja maar het gaat om de laatste man, die kip kan jij op je buik geven. Nou! Die mag ik ook. Nee! Voor het randje viel ik eraf! Voor het randje eraf! Laat eens even met Henkie rekenen. Ik kijk bij Michel Michael. Nou, Henkie, je kan het. Ja, ik viel alleen voor het randje. Zo, doei Henkie. Doei. En dan ga ik. Rashid. Doei.
Hé man, mijn naam is Rajiv, wat zeg jij? Oh, Rajiv. Kom op Henkie, je hebt een moeilijk stukje gehad nu. Ja, wat moet jij? Wat wil jij met kip? Wat ga je met die kip doen? Ik kan het! Nee, jij mag geen kip. Dat is een goeie wat ik daarmee ga doen. Zo, de ontploft. Hé, daar gaat Henkie, man. Henkie, vlieg. Henkie, je kan het. Henkie, je kan het. Oh, doe Henkie. Ik ga het halen. Ja. Kom, Henkie. Ja. Ja. Goed zo, Henkie. Henkie, als jij hem haalt, ja, voor de 10 minuten, dan krijg jij van mij een kip. Dat haalt hij niet. Nee!